We gaan terug naar zondag 26 mei. 6:10 in de namiddag. Er is hier een aanrijding geweest tussen een auto en een voetganger. En die voetganger was er echt behoorlijk slecht aan toe. Die is overgebracht naar het ziekenhuis. En dit is gebeurd op een zondagmiddag, 6:05. En dat was dus op 26 mei. Enige tijd geleden, maar de gevolgen voor het slachtoffer zijn er niet minder om. Hij raakt zwaar gewond. De politie wil graag achterhalen wie de doorrijder is. En de bestuurder van deze kleine zwarte auto kan daar een cruciale rol in spelen. Het gaat vermoedelijk om een Citroën C1 of een Peugeot 107. Dus we zijn op zoek naar degene die of in die auto zat of iemand die die auto heeft gezien die middag. Daar een kenteken van weet of andere informatie. Dat is heel erg welkom. Wie herkent de auto of weet wie de bestuurder is? Neem contact op met de politie.